Yo beste kijkers van de Gold Eagle Channel, vandaag weer natuurlijk weer een gloednieuwe video. En vandaag spelen wij weer City War. Ik ga het dan ongeveer 3 keer in de week City War uploaden. En wat wij vandaag eventjes in City War gaan doen is het volgende. Ik heb namelijk 2 dingetjes op de planning staan. En dat zijn weer eventjes van die rondkijkdingetjes. Want wat ik eventjes wil laten zien als allereerste. We hebben hier een molen. En tegenwoordig staat hier voortaan Egypt. En dat is het Engels voor Egypte natuurlijk, of course. Tenminste, volgens mij is dat het Engels voor. Dacht ik weet het hoor. Ik weet het niet 100% zeker. We zijn hier de paden aan het aanpassen. De paden die worden van deze leaves. Alleen, we hebben daar een beetje een iron tekort voor om dat allemaal te gaan doen. Maar dat komt binnenkort helemaal goed. Tenminste, daar heb ik alle vertrouwen in. En dan gaan we nu eventjes kijken naar ons mega groot project. Waar natuurlijk of course Dino telkens in het geheim aan het werk is. Want telkens dan ben ik niet online. En dan op een gegeven moment dan kom ik online. En dan ga ik toch even weer stiekem kijken bij een projectje. En dan, dan zie ik weer dat het omhoog aan het gaan is. En dan is het zeker zo van, oh beautiful, I love it. Want het wordt zo gaaf, hè? Ik weet dus ook niet of er nog een laagje op is gekomen na gisteren. Ik denk het zelf of course van niet. Volgens mij niet, dacht ik. Ik weet het niet 100% zeker. Maar zoals jullie kunnen zien, het is al een flink stuk hoger geworden. En waar wij dus op dit moment eventjes meteen naar gaan kijken, is hier zo. En dan kunnen wij eventjes alles een beetje beter zien. Laat ik een paard hier wel even staan. Zullen we hem vast en zeker daar weer moeten gaan zoeken, maar dat maakt niks uit. Kijk, hier zo. Dit wordt dus eigenlijk de hele gave troonzaal, zoals jullie kunnen zien. En moet je kijken hoe gaaf het er al uitziet. En dan kom ik hier zo op te zitten. En dan kan ik mijn toespraakje gaan houden. Maar die troonzaal is natuurlijk nog lang niet klaar, want volgens mij moet het nog iets van 20 keer zo, of nee, 20 keer zo hoog. Dat is wel heel erg overdreven gold. Maar in ieder geval, volgens mij wordt het nog wel een keertje of, weet ik veel, een keertje of... Even kijken, hoeveel lagen is dit? Volgens mij wordt het nog ongeveer 5 keer zo hoog als dat het nou is. Of 10 keer. Tussen de 5 en de 10 keer zo hoog. Dat weet ik in ieder geval wel. En jullie kunnen het hier ook een klein beetje zien hoe awesome het er al uitziet zo. Want het wordt echt een mega groot project. Of ja, het is al een mega groot project, of course. Even kijken, dan moet ik deze lijn aanhouden. Dan moet ik hier naartoe en dan moet ik hier naartoe. Binnenkort gaan we dus hier... allemaal wegen maken. Maar dan dadelijk op allemaal wegen. Omdat we hebben ze heel erg nodig. En we hebben ook weer wat nieuwe actieve leden nodig. Want we merken dat ons team een beetje... bepaalde mensen niet erg actief zijn. Dus die gaan binnenkort helaas worden gekikt van ons land af. En we zoeken dus hele actieve leden die van eigenlijk een beetje duidelijkheid houden. Dus die echt zoiets hebben van oké, dit is mijn taak en dit ga ik dus doen. En die ook inspiratie hebben. Dus als die zoiets hebben van, hey Gold, ik kan wel een heel mooie pad aanleggen. Zou ik dat voor jou doen? Dan mag dat natuurlijk of course altijd. Zo'n dingetjes. En bijvoorbeeld het bos moet worden geredesigned. Want er moet echt een bosgebied worden. Verder is het nog heel even kijken hoor. Ik moet heel even denken wat we nog meer allemaal of course hebben. Want dan hebben we hier inderdaad het bosgebied. Het water moeten we binnenkort even gaan kijken hoe we dat precies allemaal gaan doen. Deze molen moet nog iets verder worden aangekleed. Ik ben zelf aan het denken om er misschien toch maar een bos omheen te gaan bouwen. Misschien dat dat hem toch het mooiste is. Hoewel, of course, ik weet het niet 100% zeker. Misschien dat jullie daar ideetjes voor hebben, want dit is onze molen met onze hele mooie... Oh nee, hebben ze het weer allemaal veranderd naar aardappels en wortels volgens mij? Ja, het moet een graanveld worden. Maar ik vind het jammer dat ze dit in lagen hebben veranderd ofzo. Ik weet niet wie dit heeft gedaan, maar het is een beetje jammer. Maar ja, verder ziet het er wel enorm awesome uit. Dus dit is onze molen. Alleen, ik mis 1 ding en dat is het gat naar de molen toe. Of hebben ze dat hier aan de voorkant gemaakt? Dat zou natuurlijk of course ook nog kunnen. Nee, ik zie helemaal geen gat. Huh? Er zou eerst een gat zijn. Of is dat gewoon de deur daar? Nou, dat kan natuurlijk ook of course. Weet je wat ik misschien wel even kan doen? Daar ben ik even aan het denken. Ja, dat kan ik of course kan ik dat gaan doen. Dat is ook al vet. Om heel eventjes een soort trappetje naar boven te maken. Waardoor je niet telkens alles meer kapot gaat springen. Want dat is echt mijn grootste ergernis. Dat af en toe alles kapot gaat. En dan zit ik echt altijd zo van, nee, zonde. Dus vandaar dat ik eventjes een trappetje ga maken. Ah, kijk. Nu komt het zonnetje er ook nog mooi door. Want dan ziet het nog mooier uit. Ik vind het altijd heel mooi als het zonnetje er door komt. En welkom in de Egypt, oftewel de Egypte. Let's go. Wat gaan we dus doen? We gaan hier dus van... dit was niet helemaal de bedoeling, of course. We gaan hier een trappetje leggen.
We gaan hier een trappetje leggen, daar een trappetje leggen. Hier over het water heen een trappetje leggen, hier over het water heen een trappetje leggen. En dan komen wij hier mooi aan in onze molen. Maar volgens mij was de eerste bedoeling dat we eigenlijk vanuit de onderkant ergens naartoe konden gaan. Maar dat is dus waarschijnlijk gewijzigd. En ik zie hier wel heel veel van deze dingen. Maar waar gaat dit dan naartoe? Wat is dit? Ik ben wel heel benieuwd wat het is. Hallo, is dit iets? Ik weet niet of het iets is. Oh wacht, dan kan ik vanuit hier kan ik... Oh, dit is... Oh joh, ze gaan echt helemaal parcouren hier zo. Oké. Hangt hier de molen aan vast of zo? Of wat is dit? Ik weet echt of course echt 100% niet wat het is, hè? Het zal wel. Het zou vast en zeker wel een functie hebben, I think. Zo anders staat het hier niet. Leven is gevaarlijk, joh. Daar ga ik dood. Nee, ik wil niet dood. Als ik dood ga, dan heb ik namelijk een deadspan van, weet ik veel, 10 minuten of zo. En dat midden in een opname, dat is niet chill. Oké, we gaan weer omlaag. La 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 la. En zo, let's go. Nou, dit kan hier in ieder geval ook weg. Want ja, dit hebben we niet meer nodig, dit bad hier zo. Dus laten we dat eventjes allemaal alvast weg gaan halen. Want het ziet er allemaal niet uit en ik ga me eraan ergeren. Dus dan heb ik sowieso van, kan ik het beter weghalen dan het laten staan, of course. Dan kan deze ook weg en dan kunnen wij hier misschien wel een vloer in gaan leggen of zo. Ja, laten we hier gewoon even een mooie vloer in gaan leggen. Want wat mij betreft dit is echt totaal niks. Echt, ze hebben alle blokken maar gebruikt om hier te bouwen of zo. Ik weet niet wat ze hebben gedaan, maar dan gaan we eventjes een kleine verandering in brengen. Verkeerde. Deze hebben we nodig. Let's go. En zo. Mooi. Dan hebben we dit in ieder geval gedaan. Dan gaan wij in ieder geval de molentaak eventjes op ons nemen. Dan gaan wij die molen weer helemaal mooi maken. Dit klein beetje hout kan er eventueel nog wel in blijven staan. Zoals die maar wel weg is. Dan moeten we hier toch even iets aan gaan doen. Want dit kan of course niet. Ja, maar dit is wel het... Dit is wel gemikt hierop. De water kan ook niet eentje verplaatsen of zo. Of de molen eentje hoger maken. Dat kan of course wel. Dat je een klein opstapje hebt. Dat zou eventueel nog kunnen. Maar nee, dat is ook weer zo graag iets. Kijk, want dan zou ik dit hebben. Kijk. Ja, nou ja, het kan wel. Dan moet die weg, die weg. En dan moeten we... Hallo? Mijn inventory zit vol. Oepsie. Zo. Nou, dit kan wel, of course. Nou, dan kunnen we hier gewoon veilig, rustig omlaag lopen. Zonder dat wij iets slopen. Nou, ideaal. Hopsakee. Is dat in ieder geval weer opgelost? Weer een probleempje minder bij ons in het landje. In het mooie Egypte. Want ik blijf erbij. Ik vind het nog steeds een heel mooi landje. En we zijn het nu echt aan het decoreren. We zijn hard bezig om alles een beetje te gaan veranderen. Ook al is ons team een beetje non-actief, maar het maakt niet heel veel uit. Ik hoop in ieder geval dat er nog iemand is die graag een invite wilt winnen. Laat dan eventjes weten, uitgebreid, van waarom ik jou zou moeten kiezen. Wat jij in ons landje wilt gaan doen. En even kijken, wat moet je nog meer eventjes laten weten? Nou ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. In ieder geval, laat gewoon even wat dingen van jou weten. Wat jij wilt gaan doen. Waarom jij moet worden geïnvite. Hoeveel uur jij online kan zijn per week. Allemaal dat soort dingetjes. Als je dat even laat weten aan mij, dan kan ik vast zeker weer een invite gaan weggeven. Want er worden binnenkort weer wat mensen uit ons land gegooid. Omdat ja, we merken gewoon, er is heel veel non-activiteit. Vinden wij enorm jammer. En wij willen natuurlijk ons land toch ietsje actiever houden. Ook ondanks als ik bijvoorbeeld niet online ben, dat toch de mensen wel graag gaan spelen. Dat is natuurlijk uiteindelijk wel een beetje de bedoeling. Want ja, kijk, ik kan natuurlijk niet altijd helemaal online zijn. Dat is natuurlijk ook omdat ik andere video's moet opnemen en andere projectjes voor mijn eigen community nog moet doen. Dus vandaar dat ik niet altijd online kan zijn. Maar ik hoop wel dat we weer een beetje een actief teampje kunnen krijgen. Maar dat komt vast zeker wel goed. Tenminste, ik heb er alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. Ik wil deze nog eventjes weghalen. En dan gaan we dat plateautje wegmaken. Ja. Even kijken hoor. Even dit al helemaal loskoppelen. Zo, dan is het helemaal los. Ja, maar dat bedoel. Oké, mooi. Nou, upscreen. Nou, dan komen we dadelijk wel... Oh, wacht. Ja, onze inventory zat inderdaad een klein beetje vol. Die rotte flash, die hebben we toch niet nodig. Dus dan kunnen we die net zo goed meenemen. Zoiets. Waarom vallen er geen leaves uit? Oh, nee. We gaan leaves verliezen. Oepsie. Oh, nee, wacht. Ja, we hebben er één. Even kijken. Nou, voor die twee stokjes dan maar.
We moeten toch eventjes iets bedenken. Ik vind dat tegenvalt qua Leafs. En een zonnetje is ook nog zo scherp, joh. Kunnen ze geen zonnebrillen uitvinden in deze game of zo? Dat ik gewoon niet meer in die felle zon hoef te kijken. Hey, hier ligt ook in één keer heel veel dirt. Meloens, is iets. Oké, nou, die hebben we ook niet per se nodig. Let's go. Deze moeten dadelijk worden omgezet naar planken. Die sugarcane's die heb ik echt totaal niet nodig, joh. Want die heb ik al expres allemaal weggehaald. En als we die er wel nodig hebben, ja, dan is het gewoon pech gehad. Zo zeg ik het dan. Maar volgens mij hebben we er genoeg in de opslag liggen. Dus die hebben we weer zo gestekt terug. Want ja, als je kijkt, joh, zo'n sugarcane's die groeien nogal snel. En we hebben er meer dan genoeg hier zo. Dus dat is allemaal niet nodig. Zo, voilà. Kijk, dit gaat echt een stukje sneller ook zo. En dan kunnen we het hier nu heel mooi zo gaan dichtmaken. Nou, die kan ook weg. Zo, en dan gaan we even kijken. Zo, nou, dan laten we hier wel een trappetje. Want misschien dat we daar toch nog iets mee gaan doen. Ik zou het echt totaal niet weten wat eigenlijk. Ja, we hadden het erover om misschien een keer een vet parcours event of zo te houden. En dat we dan een wapensetje of zo kunnen gaan geven aan degene die winnen, zoiets. I think so. Maar ja, dan moet ik heel even kijken hoe dat allemaal precies in zijn werking gaat. Want we hebben natuurlijk wel een speciale ingang binnenkort voor de Egypte. Dat is ook enorm awesome, want via die ingang mogen ze tegenwoordig dadelijk alleen nog maar naar binnen. En anders mogen ze sowieso het land niet meer op. Want dat is dadelijk bij ons iets. Dat willen we toch wel gaan doen. Een soort border, grensachtig iets. Het leek me een enorme awesome idee. Nou, er komen bij ons twee borders trouwens. Want we willen hier zo bij welkom bij de Egypte. Hier zo willen we een hele mooie border gaan maken. Achtig iets. En een stukje verderop, daar hebben wij een soort iceway iets liggen. En daar willen we ook een border omheen gaan maken. De iceway is trouwens ook gesloten op dit moment, dat jullie dat eventjes weten. Die gebruiken we ook niet meer, omdat jammer genoeg kwamen er in één keer heel veel mensen op ons land die geen toestemming hadden. En toen hebben we uiteindelijk gezegd van, weet je wat we gewoon doen? We sluiten hem en niemand mag er meer gebruik van maken. En wij zelf gebruiken hem ook niet, dus dat maakt niet heel veel uit. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van deze video. Dus je weet wat je moet doen om een invite te winnen. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van deze video. En dan zou ik zeggen voor nu allemaal nogmaals bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk check ik jullie dan weer snel terug natuurlijk bij een gloednieuwe video weer hier op dit kanaal.